2,5 jaar zat ik erbij, bij elke rechtszitting rondom de Chaletmoord. En nu, in aanloop naar de uitspraak, heb ik al mijn aantekeningen verzameld en schrijf een uitgebreid artikel met alle ins en outs. De Chaletmoord draait om het ombrengen van zakenman Ton Kuif. Zijn levenloze lichaam werd ruim 2,5 jaar geleden gevonden in een brandend chalet in Ermelo. Hij bleek beestachtig te zijn omgebracht. Hij had meer dan 40 verwondingen, toegebracht met een mes en een bijl. Hoofdverdachte in de zaak is Janet S. uit Kampen. Volgens justitie heeft zij de zakenman vermoord en eiste onlangs 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen haar. Tegen 3 medeverdachten werd 1,5 tot 4 jaar cel geëist. Janet werd wel eens veroordeeld voor een levensdelict. Ze kreeg toen 4 jaar cel omdat ze in Den Haag een man heeft omgebracht. Je vraagt je af, wat is dit voor vrouw als je als jonge dertiger mogelijk al 2 keer betrokken bent bij een levensdelict? Ik zocht daarom medegedetineerde Yvonne op. Ik heb haar leren kennen in het huis van bewaring. Zij was toen net gearresteerd. En was eigenlijk gewoon een vrolijke meid. Als je vroeg van, goh, weet je, dat vraag je onder elkaar, waarom ben je hier? Dan zei ze van, ja, ik word beschuldigd van medeplichtigheid bij moord. Maar ik heb niks gedaan, dus ik zal er zo wel weer uit zijn. En daar was ze echt ontzettend van overtuigd. Dat kan ik me van Janet herinneren. Yvonne kenschetst Janet als het zonnetje in huis. Opvallend, ik probeer mezelf in die situatie te verplaatsen. Maar of je nou wel of niet schuldig zou zijn, ik kan me moeilijk voorstellen dat ik heel vrolijk zal zijn als ik achter tralies zou zitten. Weet je, je bent maar een uurtje uit jezelf op een dag. En in dat uurtje heb je contact met medegedetineerden. Is een plek om even sociaal even te kletsen met anderen. Achter de deur was ik verre van het zonnetje. Ja. En ik weet ook niet hoe Janet achter de deur was. Toch zeggen meerdere getuigen dat Janet zorgzaam en lief is. Maar ook dat ze kan omslaan als een blad aan de boom. Een vrouw met 2 gezichten. Tijdens de rechtszitting werd nog gezegd dat ze zelfs haar moeder zou ombrengen voor €50. Wanneer iemand voor een tweede keer in haar leven betrokken is bij een levensdelict, moet meer dan ooit onderzoek worden gedaan naar de drijfveren en een mogelijk onderliggend patroon of onderliggende problematiek. Ten meer omdat de manier waarop Ton Kuif om het leven is gebracht niet duidt op een uit de hand gelopen ruzie of een ongeluk. Ton lijkt bewust en extreem gewelddadig om het leven te zijn gebracht, waarbij de term afgeslacht niet meer staat. Na het vorige levensdelict werd bij Janet de persoonlijkheidsstoornis borderline vastgesteld, met antisociale kenmerken. Daar is ze toen niet voor behandeld. Bij deze zaak wil ze zich niet laten onderzoeken, maar uit observaties blijkt dat er mogelijk sprake is van cluster B-problematiek. Maar wat is dat eigenlijk? Ik vroeg het aan psychiater Simone Timmer, werkzaam bij het ZGT. Een cluster B persoonlijkheidsstoornis, dat is een van de clusters van 3 van de persoonlijkheidsproblematiek. Het is niet de hoofddiagnose als in de zin van dat je een psychose kunt hebben, schizofrenie of depressie of een angststoornis. Maar het zegt veel meer iets over hoe iemands persoonlijkheid is ontwikkeld en de klachten die daarbij horen. En cluster B is wel een veel voorkomende persoonlijkheidsstoornis en er zijn een aantal van. Dat is de borderline, dat is de bekendste, de antisociale persoonlijkheidsstoornis, de narcistische en de theatrale persoonlijkheidsstoornis. Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis komen vaker in aanraking met justitie, zegt Timmer. Maar is zo'n persoonlijkheidsstoornis dan dé reden dat je een moord kunt begaan? Een persoonlijkheidsstoornis op zich is onvoldoende om te kunnen zeggen, iemand kan daardoor een moord plegen. Dat kan je nooit zo zeggen. Het enige wat ik me erbij kan voorstellen is dat er in een vlaag van verstandsverbijstering en enorme woede, zij is helemaal losgegaan, om wat voor reden dan ook, en dat op zo'n moment gedaan heeft. Maar het kan nooit zo zijn dat zij op dat moment psychotisch of in de war was, of lijkt mij niet waarschijnlijk als standaard bij een cluster B persoonlijkheidsstoornis. Een mogelijke persoonlijkheidsstoornis, maar volgens justitie was ze ook drugsgebruiker, staat ze graag in het middelpunt, heeft ze weinig interesse voor het verhaal van anderen en is manipulatief. Het lijkt zo moeilijk te rijmen met de lovende woorden aan het begin. Zorgzaam, lief, positief, vrolijk, herken ik. Agressief of narcistisch of helemaal niet gewoon, dat herken ik niet van haar. Manipulatief? Ik heb het niet meegemaakt, maar ze heeft wel een heel sterk karakter. Dus het zou kunnen. Als enige vrouw zit Janet vast in de zwaar bewaakte gevangenis in Vught. Een unieke situatie. Maar mocht ze veroordeeld worden voor een tweede levensdelict, is ook dat uniek te noemen.
Maar als je het hebt over mensen die multiple moorden plegen, als je het zo zou willen zeggen, dan verwacht je daar veel meer een antisociale of een psychopathische persoonlijkheidsstoornis bij. En dat zie je over het algemeen veel meer bij mannen dan bij vrouwen. Dat heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt. Ik ben erg benieuwd welke straffen de rechter op gaat leggen tegen Janet en haar medeverdachte. Wordt het voor haar inderdaad een lange gevangenisstraf met TBS en dwangverpleging? Of denkt de rechter er anders over? Mijn uitgebreide artikel is inmiddels klaar. U kunt het lezen op onze site rtvoost.nl of de gratis app.